Goedenavond, beste luisteraars. Welkom bij de Niet Zo Serieuze Sprookjes. Ik word vandaag bijgestaan door mijn impro-collega Stijn van Oudreven. We zijn live vanuit de Charlatan in Gent. En Stijn, we kregen een opdracht. Er was eens een kangoeroe die wilde vliegen, maar terecht kwam in de Vlaamse onafhankelijkheid. Ja, dit wordt leuk. Dus hier gaan we. Er was eens een kangoeroe en die wilde vliegen. Maar die kwam terecht in de Vlaamse onafhankelijkheid. De Vlaamse onafhankelijkheid was niet zomaar op diezelfde dag ontstaan. Nee, die Vlaamse onafhankelijkheid was terecht verkozen. De stemmen werden geteld en Vlaanderen was eindelijk onafhankelijk. En net op die dag besloot Huppie de kangoeroe, ik wil vliegen. Hij zat in de dierentuin in Antwerpen en hij dacht, oh, ik wil eindelijk weg. En de enige manier is vliegen. En hij had ook een plan. Ja, hij had namelijk uit Australië boemerangs meegesmokkeld. Hij bond die aan zijn staart. Hij bond die aan zijn korte voorpoten. Hij nam een lange aanloop, fladderde en kwam terug terecht in zijn kooi. Want boemerangs komen altijd terug naar waar ze gekomen zijn. Daar had Huppie niet van terug. Maar Huppie had nog andere plannen. Elke kangoeroe heeft namelijk een hele grote buidel. Ja, hij draaide hem binnenste buiten, die buidel. Hij blaasde die buidel op met helium, die ook uit Australië had meegesmokkeld. Zogenaamde Australische helium. Australium. Bekend onder de studenten fysica hier. En stilletjes aan begon Huppie boven de stad Antwerpen te zweven. Hij zweefde buiten de dierentuin en hij zag op het Astridplein allemaal zwart-gele vlaggen. Zwart-gele vlaggen, juichende mensen met hun haar in een zijstreep. En ook allemaal snorren en vreemde vormen en gedaanten. Huppie daalde neer, bleef hangen aan de hand van dat standbeeld daar op de markt. Op welke markt bedoel je juist, Stijn? De grote markt. Dan zal dat Brabo zijn geweest. Inderdaad, Huppie blijft hangen aan Brabo. En alle flaminganten kijken naar Brabo, hun beeld, hun voorbeeld tegen de Romeinse overwinnaar dat Brabo was of zo. Allee, een verhaal dat ze zelf ook niet echt goed kenden. Maar toch hielden ze, door een kangaroo aan onze standbeeld op deze markt. Op welke markt staan we eigenlijk? We stonden hier eigenlijk op de grote markt in Antwerpen, denk ik. Een kangaroo, is dat geen vreemdeling? Ja, zei een Eddie van hem. Ja, die komt helemaal uit Afrika, denk ik. Oh nee, serieus? Ja. Dat is een Afrikaans immigrant en waarschijnlijk heeft hij nog keiveel volk bij in zijn bark. Nee. Ze grepen Guppy vast om te controleren wat hij allemaal had meegesmokkeld. Ze halen daar wel 3 koala's uit. En 7 wombats. Zie je wel? Zie je wel. Altijd dat mensen smokkelen. Want de Antwerpenaren wisten niet dat kangaroos dieren waren. En omdat Vlaanderen die dag onafhankelijk werd, werd Huppie zonder proces zomaar uit Vlaanderen gezet. Recht naar Limburg. Want Limburg was niet mee. Als ze dan toch mochten kiezen, hadden ze gekozen om Limburg toch ook nog apart te schuiven. Het kon zijn dat Limburg er ging bijkomen, maar dat ging sowieso een beetje later gebeuren. En zo is Huppie vanuit Limburg toch nog kunnen vertrekken. En vliegt hij nog steeds rond in de wijde wereld. Wat is nu de moraal van dit verhaal? Dat als je echt wilt vluchten, je best niet in Antwerpen terechtkomt. Dank u wel, slaap lekker.